De organisatie Father and Mother Figures Suriname, FMF, hield gisteren een Giving Back Party. Coaches hebben hun succesverhalen gedeeld met de aanwezigen. Volgens de organisatie ontberen veel jongeren een vaderfiguur. FMF heeft nu al ruim 100 jongeren in Amsterdam-Nederland intensief begeleid. De begeleiding wordt gedaan door vrijwillige coaches. FMF werkt nu ook in Suriname aan de ontwikkeling van jongeren en volwassenen op diverse gebieden. Henk Redmond, de oprichter en voorzitter van FMF, vindt het belangrijk dat mensen worden aangeleerd hoe te coachen. Ja, dat hij weet hoe hij moet coachen. En we hebben zo'n 4 jaar ervaring opgedaan inmiddels in Amsterdam met dit werk. Dus onder de jongeren gecoacht de afgelopen 4 jaar. We hebben goede resultaten bereikt, daar kom ik zo op weer terug. Dus laten we ook kunnen bogen op een behoorlijke ervaring die we hier in Suriname kunnen gaan toepassen. Ik ben dus vorig jaar begonnen met een onderzoek om te kijken naar wat er speelt bij de jongeren in Suriname. Welke issues zijn er bij de jongeren in Suriname? Ja, zijn die gelijksoortig? Zijn die verschillend met Amsterdam? Daar kom ik zo op terug. Zoals Michael net aangaf over de organisatie. Michael is een van de eerste mensen die mij heeft geholpen bij de oprichting van deze organisatie. Ja, goede vriend van mij. Daarnaast zijn een aantal mensen bijgekomen. Dus we hebben een stevig kernteam van mensen die mij helpen. Ik ben heel dankbaar dat die mensen er zijn om mij te helpen. Ja, want alleen lukt het natuurlijk niet. Ja, je hebt een fundament nodig om dit werk te kunnen doen. Het is heel dankbaar werk, ja, maar je moet wel heel veel investeren. Ja, we willen graag investeren in de jongeren. Redmond zegt verder dat de organisatie gelooft in duurzame coaching. Dat betekent dat de personen die zijn begeleid nu anderen gaan begeleiden. Dit jaar willen wij nog zeker 300 jongeren coachen, zegt Redmond. We vinden dat er een bepaalde impact mogelijk is. Ja, we zijn begonnen met de jongeren van EBGS, dus EBG-scholen. Ja, daarnaast zijn we begonnen met de jongeren van RKBO-scholen. In april gaan we starten met de jongeren van de openbare school. Wat wij belangrijk vinden is het saaien in de mensen, het saaien in de coaches, het saaien in de jongeren, ja, het saaien in de ouders. En de ouders die zijn heel belangrijk, ja, die zijn eigenlijk de basis, hè, de bron, ja, die investeren in de kinderen. Dus de ouders die worden ook getraind over de tijd. Het gaat om zaken als opvoeding, communicatie, etiketten, ja, tafelmanieren, dus gaat uit eten bijvoorbeeld. Ja, tafelmanieren, communicatie aan tafel, dat soort zaken. Ondernemerschap. En sessies voor doorverwijzers. Er zijn een aantal doorverwijzers en de scholen. Ja, die doorverwijzen. De sponsoren, vrienden. Willen we waarderen door inderdaad sessies als deze. Hè, te organiseren als blijk van waardering. Ja, voor wat men heeft geïnvesteerd. Dat is dus Henk Redmond, oprichter en voorzitter van Father and Mother Figures Suriname. De organisatie hield gisteren een Giving Back Party op het Telesuur Trainingscentrum.